Goedemiddag, mijn naam is Kijk de Vries. Mijn naam is Bouke Haasma en wij zijn Green for People. Green for People is een bedrijf dat zich inzet voor het welzijn van mensen door middel van sociaal tuinieren en interieurbeplanting. Door interieurbeplanting toe te passen, zorgt u voor een prachtige uitstraling van uw bedrijf en privéomgeving. Maar nog belangrijker voor u is de luchtzuiverende werking van de plant. Die zorgen voor een gezonde en prettige werkomgeving. En niet te vergeten gemotiveerde werknemers en minder ziekteverzuim. Een ander minstens zo belangrijk aspect is het sociaal tuinieren. Dat wil zeggen, wij werken niet voor de mensen, maar met de mensen. Onze doelgroep zijn de thuiswonende senioren. Doorgaan met de klachten blijft het onderhoud van de tuin er vaak baar. Het zware werk kan men niet meer aan en hun eigen kinderen kan niet altijd hulp worden gedaan. En dan komen wij in beeld met Green for People. Wij doen met plezier het zware werk, geven advies en door samenwerking van de senioren met de vakman geven wij het plezier van de tuin weer terug. Door duurzaam en ecologisch te werken, krijgt de fauna een kans in uw tuin. Dat is belangrijk in verband met groeiende steden en steeds kleiner worden de leefomgeving van vogels, egels en insecten. Wij zorgen voor passende educatie aan alle generaties waarbij de natuur centraal staat. Kortom, wij zijn u helpende hand met groene vingers. Wij zijn Green for People en wij hopen u met deze korte introductie van ons bedrijf een goed beeld te hebben kunnen geven. We wensen u een prettige en inspirerende dag. Landelijke Stichting Jong Ondernemen. De bedrijven waar jullie de presentaties van gehad hebben, dat is www.greenforpeople.nl, www.werkvlak.nl en Stuzolf. En meneer de voorzitter, u mag de prijs uitreiken van deze prijs. En de vraag luidt dan ook, wie is de winnaar van deze studentenprijs? De winnaar is Green for People. Fantastische presentatie, een prachtige onderneming en hartstikke goed, want jullie hebben het HBO verslagen. Gefeliciteerd!